Goedemorgen iedereen. Ja, luister. Ik heb gisteren dus een videootje gemaakt voor de Franstalige followers. En ik dacht, ik ga dat nu ook even doen voor mijn Nederlandstalige followers. Ik weet dat onze gemeenschap nog een beetje kleiner is. Ik hoop dat dat gaat veranderen in het nieuwe jaar. Maar waarom maak ik deze video? Omdat ik weet dat er heel veel jongeren hun rapport hebben gekregen. En natuurlijk, als je rapport goed is, ja, dan moet je je niet te veel zorgen maken. Dan zit je op, zal maar zeggen, op het goede pad. Maar als nu je rapport slecht is, dan wil ik jullie toch ook wel even moed geven dat het is nog maar kerstmis. Meestal het kerstrapport, sorry, is een soort barometer om te zien wat heb je gedaan? Heb je gestudeerd? Heb je iets begrepen? Heb je niks begrepen? Dus je kan nog alles veranderen. Je hebt nog van januari tot juni om dingen te veranderen. Nu, als je rapport slecht is, ja, dan heb je waarschijnlijk eerst even tijd nodig om ja, even triestig te zijn, om je ontgoocheling, ja, om je ontgoocheling toch te verteren, als ik zo mag zeggen. Dat is niet simpel hè, om een slecht rapport te krijgen. En ik vind ook dat jongeren vaak. En in het algemeen mensen zijn zo een beetje te dualistisch. En dat is ik ben goed of ik ben slecht. Het is een catastrofe of het is een groot succes. Maar in de werkelijkheid is dat niet zo. In de werkelijkheid heb je periodes waar dat beter gaat, waar je meer zin hebt om te studeren. Periodes waar het minder gaat. Je hebt misschien bepaalde vakken waar het slechter gaat, andere waar het beter gaat. Dus dat is niet zo zwart-wit als je zou denken. Nu, natuurlijk, wat ik weet, dat is, ja, je moet niet alleen je eigen ontgoocheling kunnen verteren, maar je moet natuurlijk ook ja, je ouders kunnen verteren, als ik het zo mag zeggen. Want ja, ouders die zien tenslotte gewoon op een papiertje waarschijnlijk cijfers staan. En ja, wat die zien, kunnen zij vaak niet in een context plaatsen. Dus. Er zijn een aantal ouders, en ik ken echt bepaalde ouders, die heel, heel boos worden. Hè, die echt beginnen te roepen en te tieren op hun kinderen, omdat het rapport niet goed is. Nu, de beste strategie daartegen, dat is wat ze noemen in het Engels de Grey Rock Strategy. En wat is dat? Dus je gedurende die storm, zal ik zeggen, die storm van je ouders. Gedraag je een beetje als een grijze rots tussen veel grijze rotsen. Wat wil dat zeggen? Ja, dat ze je niet te veel opmerken. Je aanvaardt de storm die over je komt. Je probeert niet te veel te reageren. Je probeert niet te veel te argumenteren. Ja, maar de leraar of de lerares. Nee, probeer dat in het begin niet te doen. Laat je ouders even hun, ja, hun woede. Uitspuwen. En daarna, natuurlijk, daarna, als dat allemaal voorbij is, ja, moet je toch wel even gaan nadenken. Je moet even gaan nadenken van, zit ik toch wel echt op de juiste plaats, in het juiste onderwijs? Maar als je op een moment zit in je schoolcarrière dat dat niet kan veranderen, ja, dan moet je daar niet over nadenken, hè? Want ik weet bijvoorbeeld, tussen 3 en 4 kan je niet veranderen. Tussen 5 en 6 kan je niet veranderen. Dus als je een keer op die boot zit en je kan niet veranderen, ja, dan moet je daar ook niet over nadenken. Dat is gewoon verloren energie. Maar waarover moet je nu echt wel heel goed nadenken? Wel, je moet eerst een analyse maken van wat is er gebeurd? Waarom heb ik een slecht rapport? Nu, er zijn er veel die denken, als mijn analyse is, ik heb niet genoeg gestudeerd. Dan is de oplossing simpel. Volgende keer ga ik meer studeren. Maar dat is dus niet zo. Jezelf toezetten tot studeren, ja, dat is niet iets heel simpels, hè? Ik was ook altijd, toen ik op de humaniora zat, was ik ook een uitsteller, hè? Ik ga dat morgen wel doen. Ik ga er volgende week aan beginnen. Ah ja, maar maandag vlieg ik er echt in, hè? Dus dat is niet zo simpel. Dus denk niet dat dat zo easy peasy is om dan te zeggen, oké, volgende keer. Ga ik meer studeren? Nee. Je hebt daar echt een strategie voor nodig. Je moet proberen om dat beetje bij beetje te doen. En
Ik heb dat dus heel duidelijk gezien in de vragen die ik dus op het einde heb gekregen op mijn YouTube-kanaal, dus net voor de examens, dat mensen mij vragen stellen en dingen niet hebben begrepen die je eigenlijk al op voorhand had moeten begrijpen. Want als je dat pas de dag voor het examen begrijpt of het weekend voor het examen begrijpt, ja, dan ben je wel een beetje in paniek. En paniek zorgt er ook voor dat je, dat je rare dingen gaat doen. Dus wat moet je doen? Je moet dus eerst analyseren waarom is het verkeerd gegaan. En niet onderschatten als het antwoord is, ja, ik heb eigenlijk niks gedaan. Je moet ook goed kijken voor welke vakken is er iets verkeerd gegaan. Heb ik een slechte manier van werken gehad? Ben ik er te laat aan begonnen? Gaat het echt boven mijn petje? Bijvoorbeeld, weet ik wat, fysica. Ik snap er niks van. Hè? Oké, je moet dat analyseren. Dus dat moet je nu nog doen voor de vakantie. Of tijdens de vakantie moet je echt weten, wat is er misgegaan? En dan vanaf januari moet je dus echt een strategie hebben. En ik ga daar ook een video over maken, want er is dus iemand die gereageerd heeft op mijn Franstalige video. En die gevraagd heeft, mevrouw, kan u uw strategie delen en uitleggen, ja, hoe moeten we daar dan aan beginnen en hoe moeten we dat nu aanpakken in januari? Ik ga dat dus zeker doen. Maar je moet dus echt heel goed weten wat er voor elk vak is misgegaan. Oké? Nu, vooral, reken op mij. Je staat daar niet alleen voor. Reken op mij. Maar je moet weten om heel efficiënt te zijn. En ja, onze doelstelling is natuurlijk toch wel altijd zo weinig mogelijk werken voor zoveel mogelijk resultaat. Hè? Er zijn weinig mensen die zomaar zeggen, oh, ik ga nu even voor mijn plezier een beetje chemie studeren. Als dat het geval is voor jou, bravo, goed, doe dat. Maar voor de meeste mensen is dat niet, ah, joepie, het is kerstavond, ik ga even wat fysica-problemen oplossen. Oké? Dus als dat niet zo is, ja, wat is onze grote slagzin? Zo weinig mogelijk energie voor zoveel mogelijk resultaat. En je kan dat alleen bereiken door vanaf januari tot juni heel kleine momentjes te studeren, maar heel regelmatig. En ik weet dat dat moeilijk is. Ik was zelf iemand die last minute studeerde. Oei, 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 ik moet toch 100 pagina's studeren? Dus we gaan samen een strategie maken. Je mag op mij rekenen. Je mag mij ook al vragen stellen. Dus vanaf januari, februari, je moet dat niet laten aanslepen. Maar ik ga dus een video maken over hoe pak je dat aan. Als je dus een slecht rapport hebt, ga eerst maar een beetje zitten of liggen, huilen in je bed. Trek een deken over je hoofd. Huil een beetje, laat het allemaal eruit komen. En daarna, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je ouders, strategie. Je zegt tegen je ouders, luister, oké, jullie waren boos, ik heb een slecht rapport, maar kijk, dit ga ik nu doen. Dit is wat ik ga doen in januari. Akkoord? Dus geen paniek, geen wanhoop. Daar is het veel te vroeg voor. Maar je moet dus wel echt al een strategie hebben. In januari, neem eerst even flink vakantie. Geniet ervan, doe de dingen die je graag doet. En daarna in januari gaan we samen aan de slag. Dus zelfs voor de Nederlandstalige leerlingen, reken op mij. Ik zie dat jullie nog weinig naar mij komen. Ja, ik denk dat dat is omdat ik veel meer Franstalige video's maak. Maar reken op mij. We gaan dat samen aanpakken. Ik ga een video maken over strategieën om te slagen. Maar nu eerst vakantie. En ik heb, in tegenstelling tot gisteren, nu wel een koffietje. Ik heb dus mijn recycleerbare kop meegenomen en ik heb de koffiemachine kunnen aanzetten. Dus ik ga nu even genieten van een koffietje. Het is voor mij ook bijna vakantie. Maar geniet ervan. Tot binnenkort. Dag!